Tijd voor een momentje puur genieten. Met Manuel Wouters, die voor ons de Peggo Club shaked. De Peggo Club was de originele huiscocktail van de Gentleman's Club in Birma. En die cocktail verscheen voor het eerst in dit bekende cocktailboek. Als eerste ingrediënt starten we met London Dry Gin. Als tweede ingrediënt gebruiken we Orange Curaçao, vergelijkbaar met Cointreau. En dat kan je in de meeste speciaalzaken wel vinden. Flavoring agent zijn orange bitters en die zijn gemaakt van de ziste van de sinaasappel en vers geperst limoensap. En we serveren de Peggo Club in dit mooie, elegante glaasje. Eerst en vooral gaan we dit glaasje koelen met gepileerd ijs. Dan neem ik een mixglas, onze London Dry Gin. Daar gebruiken we precies 4,5 centiliter van. Orange Curaçao, 1,5 centiliter. Onze flavoring agent zijn orange bitters. Daar gaan we voorzichtig mee omspringen. Dus een halve cocktaillepel is meer dan voldoende. Dan gaan we ons limoenen vers persen. Dus 2 centiliter limoensap. We nemen onze Boston shaker. Vullen die in ijsblokjes. De ingrediënten gaan samen. We sluiten onze shaker en dan gaan we heel krachtig shaken. Openen de shaker. We nemen onze strainer. We plaatsen die op de shaker. Het ijs gaat uit het glas. We gaan deze cocktail dubbel strainen. Dat betekent dat ik de cocktail door dit tweede zeefje giet. En zo voorkom ik twee kleine ijsstukjes in het glas krijgen. En dan gaan we de cocktail versieren met een spiraal van limoen. We hebben daar dit mesje voor nodig. Dus we gaan eenmaal rond de limoen heen. Dan nemen we die zesde en we draaien die dus rond het roerstokje. En ik knijp goed in die schil. En dan halen we dat eraf. En je ziet dat we nu een mooi spiraaltje hebben. Zet op de zijkant van het glas. En hier hebben we dan de Peggo Club. Een echte classic. Fris, droog. En zeer lekker. Cheers. De Peggo Club is een mix van gin, orange curaçao, orange bitters en vers limoensap. Shaken met ijsblokjes en twee keer zeer fijn zeven. Afwerken met een limoenschil.